Yannick, 0-0 tegen Jong PSV. Ik denk weinig te klagen wat FC Den Bosch betreft. Maximaal haalbare denk ik inderdaad. Vanaf het begin lieten we PSV de bal en we zakten heel ver terug door het goede positiespel van PSV. En we hebben al geen antwoord op en aan de bal was het gewoon niet goed genoeg. Waardoor we heel weinig aan aanvallen kwamen. Een paar countertjes waar we een mogelijkheid hadden tot om gevaarlijk te worden. Maar dat mocht helaas niet zo zijn. Ik had op de tribune zittend de gedachte, Den Bosch moet wel meer bikkelen tegen dat jong PSV. Jonge talentvolle voetballers, dan moet je strijd en misschien spierballen tonen. Strijd hebben we zeker getoond. Ik denk dat iedereen 100% is gegaan. Maar die ruimtes waren zo groot dat het soms dan lijkt of je net telkens te laat komt. En dat kwamen we bij Vaas ook. Maar PSV werd niet echt gevaarlijk op na de rust, dat buitenspelmomentje na. Maar ze hadden heel veel de bal, maar ze kregen niet echt de 100% kansen. Ja, er moest even gewacht worden voordat er gevoetbald kon worden vanwege sneeuw op het veld. Het was ook een lastig veld, hè? Ja, er zat nogal ijs tussen en het was heel lastig. En dan zag je dat wij daar wat meer moeite mee hadden dan PSV. Maar 0-0 maximaal al waren. En ja, wat zegt dit puntje voor de tweede seizoenshelft, wat jullie nog willen gaan doormaken? Ik ben blij dat we het 0 hebben gehouden. Dat hebben we goed gedaan. We hebben goed gedisciplineerd verdedigd. Maar aanvallend zal het beter moeten. En daar werken we hard aan. En dan moet het aanvallend gewoon beter. Verdedigend staat goed. En aanvallend moet beter.